Hoi, mijn naam is Kai. Ik ga vandaag eventjes vertellen over de drie verschillende manieren van essentiële olie gebruiken in huis, aromatherapie. Um, we hebben verschillende verdampers. Dit is de klassieke manier van verdampen. Je werkt hier met een uh, vaccinelichtje, dit is de Cozy Aroma burner. Een vaccinelichtje met een reservoir die natuurlijk wordt verwarmd waardoor de olie wat sneller naar de ruimte ingaat. Uh, dat gebeurt ook bij de Fair Wandstekker. Daar druppel je de olie overigens puur in, zoals zonder water. Um, en bij de E-Stone geldt dat ook. Uh, door de verwarming van het plaatje eigenlijk verspreidt de olie net wat sneller in de ruimte dan dat je dat uh, zonder verwarming zou doen. Uh, dus dat werkt eigenlijk super. Dat is eigenlijk de klassieke manier. Uh, sinds de jaren 15 ongeveer hebben wij ook verdampers in, uh, in Nederland geïntroduceerd. Uh, daarmee waren we destijds de eerste op de markt uh, en die hebben we natuurlijk ver door ontwikkeld. Dit is een manier van verdampen met water en essentiële olie en die, die komt er als mist uit. Dit is koude verdamping, dus koude mist. Dus het water kookt niet, dat denken sommige mensen, maar dat is niet zo. Uh, dus dat is eigenlijk een hele goede manier om te verdampen in een huiskamer, een slaapkamer. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Kan hem best wel een grote ruimte aan. Dus zeker een huiskamer is geen probleem. Ligt gewoon aan het aantal druppeltjes wat je gebruikt. Hè. In een grote huiskamer zou je 10 druppeltjes kunnen gebruiken. En in een wat kleinere huiskamer zou je 5 druppeltjes kunnen gebruiken. Dat is geen probleem. Uh, daarnaast hebben we ook nog uh, een wat ja, uh, minimale manier van verdamping zou je kunnen zeggen. Omdat het gaat om uh, keramiek. Uh, waar je essentiële olie op druppelt. En uh, doordat je de essentiële olie daarop druppelt. Uh, trek dat in het keramiek en gaat eigenlijk uh, door de ruimte, de temperatuur van de ruimte en de ventilatie die voorbij komt, zal het in de ruimte verspreid worden. Uh, maar nogmaals, dat is voor een hele kleine ruimte: uh, 1, 2, 3 vierkante meter, dus uh, naast de laptop, op het toilet, uh, op het nachtkastje, daar zou je een beetje aan moeten denken. Uh, werkt overigens super goed, dus uh, dat is ook zeker te adviseren voor de kleine ruimtes. Voor onderweg hebben we ook een inhaler. Je druppelt hier de essentiële olie op, dat zou eucalyptus kunnen zijn, maar meestal wordt onze Davo Air uh, kuurolie gebruikt om hierop te druppelen. Uh, en uh, die inhaler is van RVS en uh, is ook hervulbaar, dus dat is echt een, uh, echt een topper.